Ik ben Sven Blummel, ik ben 21 jaar en ik ben aanvaller bij FC Den Bosch. Maar hier is het allemaal begonnen. Toen ik 4 jaar was, ben ik bij de Kabouters begonnen bij Schijndel. Toen ik 5 was, echt in de F's begonnen hier. Ja, daar 2 jaar gespeeld. Toen was ik 7. Toen ben ik van de F5 naar de F1 van PSV gegaan. Als jonge man droomde ik altijd ervan. Ben ik altijd PSV-fan geweest. En als je dan zelf in een shirt mag spelen, ja, toen was het helemaal geweldig. Hè. Zo jong, zo blij. Ik was altijd spits, altijd veel goals gemaakt. Daar had ik ook heel veel plezier door. Ja, je leert mensen kennen, jonge jongens. Ja, als je dan gewoon bij PSV voetbalt, als je zo jong bent, ja, dat wil iedereen. Ja, om mijn 13 ben ik toen teruggegaan inderdaad. Ik speelde toen in de C2. Toen moest ik een keuze maken, ja, ga ik door of niet. Toen kwam mijn school bekijken, ik moest naar een andere school toe in Eindhoven. Ja, dat was of HAVO dan of kader. Ja, dat is allebei niet mijn niveau. Ik had ook weinig plezier meer. Ja, toen heb ik helaas moeten zeggen van ik stop ermee. En... Als je dan weggaat, dan ben je gewoon bang dat er nooit meer zoiets komt. Dat je nooit meer de kans krijgt om bij een profclub te voetballen, terwijl je dat altijd hebt gewild. En natuurlijk was het lastig, wel moeilijke momenten gehad. En dan ga je gewoon waarschijnlijk voetbal je plezier terugkrijgen. En ja, dat ging gewoon goed, fantastisch. En toen kwam PSV weer. Volgende. Kom, vooruit! Ja, ik speelde gewoon heel weinig. Ik ben toen ook neergezet als linksback dan. En dat is absoluut niet mijn positie waar ik nu wil slagen. Het is gewoon echt een aanval altijd geweest. Ja, als je weinig speelt, dan ga je natuurlijk op zoek naar een nieuwe club. Je wil slagen in het voetbal. En, toen kwam dan Essen en Bos erbij. Heerlijk gegeven aan Blummel. Een van de meest opvallende spelers bij Den Bosch dit seizoen. Groot talent. En dit doet hij schitterend. Sven Blummel. Hey, ben jij een beetje fanatiek? Ja, ik ben zeker fanatiek. Altijd geweest. Met voetbal, maar ook met FIFA natuurlijk. Hè. FIFA? Ja, zeker. Ja, FIFA, ja. Hou je van FIFA? Ja, ik hou zeker FIFA. Ben je goed of niet? Ik kan wel een aardig potje FIFA, ja. Je bent wel zelfverzekerd, hè? Ja, ik ben redelijk zelfverzekerd, ja. Ik weet wat ik kan, toch? Dus ik ga het lastig krijgen, denk ik. Dat is goed, we doen wel een inzet, oké? Ja, we doen er iets bij. Waar gaan we spelen dan? Ja, bij mij thuis kunnen we al wat FIFA doen. Dat is goed, jij dan. Ja? Ik ga, prima. Let's go. Hey Sven, je bent wel coureur, man. Wel coureurtje, hè? Ja, pakt hij net het licht mee, of niet? Ik heb wel een leuk idee. Degene die verliest... Je moet de anderen meenemen een potje kaart. Lijkt me wel een goeie, toch? Oh, daarom ben je zo hard aan het wijzen. Tuurlijk, ik was het laten zien. Toch dat ik dat graag doe. En dan lijkt me wel een grappig idee, degene die verliest, de ander meenemen een potje te kaart. Ben je er klaar voor of niet? Ik sowieso. Ja, ben jij er klaar voor? Ja, ik heb wel zin om het vuur te doen. Even geleden. Maar, Wanneer heb je voor het laatst gespeeld? Een paar dagen geleden. Jij? Ja, een paar maanden geleden? Een paar maanden geleden. Jongens, we gaan lekker kaarten op de kosten van Sven straks, hè. Denk ik niet, ik ga sowieso winnen. Hou op, man. Ik ga sowieso winnen, kom op, man. Ja, jammer, ik geef mij... Doen we topniveau? Ja, 5 sterren toch? Nee. 5 sterren. Dat is wel ja, is goed. Wel leuk, denk ik. Dat is goed, we doen wel een klassico of zo. Ja? Ga jij wel passen? Nou, zeg maar. Ja, wat heb je al, hè? Oh, dat ben ik heel, als je dat zegt. Ik ga al van 90, joh. Ja, hallo, kijk even wat daar loopt, hè. Ja, met Ronaldo. Messi, jongen. Messi is best, hoor. Ja, succes, jongen. Dit wordt hem. De koploper is vandaag tegen nummer 3. Kunnen ze hun koppositie versterken? Dat is lang geleden. Hé, dit is toch geen corner? Eerlijk, dat ging toch tegen jou aan? Ja, bedankt voor. Ronaldo! Ja, tuurlijk! Dit is geen corner! Dit is geen corner! God! En het staat. Ja, wow, ja, ja. We snijden het even doorheen. Hallo. Kom door de scheids. Altijd. Ja, hè? Anders komt nu bij jou terug weer. Oké, okay, maar gewoon gelijk, hè? Gelijk. Heerlijk. Oh, meneer. Ah! Ja, dat is goed. Is het rood? Wordt het rood? Nee, nee, ik kan geen rood worden. Als hij hier rood voor geeft? Nee. Even kijken. Klaar, heerlijk. Dood? Ja, rode kaart, ja. Nee, hoezo? Buitenspel!
Hattrick! Ja, maar dit is echt... Hoppa! Attent zijn we nog, attent voor de goal. Attent voor de goal, ga je dat zeggen? Oh. Ja. Het is klaar. Oké, we gaan karten. Ik moet Sven meenemen naar de kartbaan. Ja. Je hebt wel mazzel, man. Mazzel? Ja, ja, maar 5-2 is een duidelijke overwinning. Ja, de ene was wel een rode kaart, die eerste dacht ik, of niet? Wat? Tien man? Die Alba? Die man was een rode kaart. Maar het was wel een stadsgebied, toch? Dat is, kom op, zeg. Maar 5-2 is gewoon duidelijk. Mazzel. Mazzel. Maar goed, ben je benieuwd hoe het er naartoe gaat op de kartbaan? Want op de kartbaan gaan we weer weddenschappen, hè? 100% weer weddenschap. We kunnen al iets verzinnen, toch? Ja, pak ik je weer terug. 100%. Probeer maar, probeer maar. Wil je weten hoe het er naartoe gaat? Abonneer dan even op ons kanaal en mis het niet. Tot volgende week. Yes, bedankt.